Goedendag, welkom bij de slotdag van het Pensioen Pro Jaarcongres. Mijn naam is André de Vos en ook op deze laatste dag ben ik uw online gastheer vanuit Dauphine in Amsterdam. Met vandaag ook weer enkele topsprekers, onder wie Gerard van Olphen, die staat hier al op het podium. En later vanmiddag ook minister Wouter Koolmees. We hebben een workshop weer, we hebben enkele thematische sessies die worden gegeven. En natuurlijk ook de Pensioenpro pubquiz. En vanavond ook het hoogtepunt van deze drie dagen, de feestelijke uitreiking van de Pensioenpro Awards met onder andere het beste pensioenfonds van Nederland. Ik zei het al, onze eerste spreker vandaag is Gerard van Olphen, CEO van APG, grootste uitvoerder van Nederland en ook een van de grootste pensioenbeheerders ter wereld. Zoals veel sprekers deze drie dagen laat ook Gerard zijn licht schijnen over de toekomst, over het pad naar het nieuwe stelsel, maar ook zijn verwachtingen over hoe het stelsel er daarna uit zal zien. En daar gaat Gerard zo over spreken. Voordat ik hem het woord geef, nog even herinnering. U kunt via de chat vragen stellen aan de sprekers. Dat kan de hele dag. En om te beginnen zo aan Gerard. Gerard, welkom. Dank je, André. Voordat we beginnen. Je hebt aangekondigd, ik meen in september, dat je komend voorjaar vertrekt. Ja. Dat was in de sector wel een verrassing, want je had eigenlijk nog niet zo heel lang geleden bijgetekend, noem ik het maar even. Ja. Kun je iets zeggen over de reden van je vertrek? Ja hoor, dat is eigenlijk een hele simpele. Ik heb inderdaad in het voorjaar ben ik mijn tweede termijn ingegaan. En dan eigenlijk in de zomer, op het moment dat het nieuw pensioencontract er is, dan is daar de realisatie dat we eigenlijk met z'n allen als sector voor een nieuwe marathon staan van 5 of 6 jaar. En als je dat dan beseft in een situatie waarin je gewoon thuis werkt en waarin je eigenlijk steeds nadrukkelijker wordt geconfronteerd met de prijs die je privé betaalt als topbestuurder voor het hebben van zo'n baan, roept dan de vraag op, ja, wil ik dit weer en kan ik dit weer voor de volle 100% voor de komende 5 of 6 jaar? En dan is de vraag stellen, hem eigenlijk ook een beetje beantwoorden. Mm-hmm. En toen was mijn conclusie van nee, dat ga ik niet voor de komende 5, 6 jaar op die manier doen. En dan ga ik het gesprek aan met de Raad van Commissarissen en met de Raad van Bestuur. En heb toen afgesproken van het bedrijf staat. Er staat een strategie, er staat een stabiel team. Dat is een goed moment om over te dragen. En dat gaat ergens eind Q1, Q2 gaat dat gebeuren. Ja. Dus een beetje keuze voor work-life balance. Ja, als ik heel nadrukkelijk. Ja. Zeggen. En je hebt nog niet echt een duidelijke datum, hè, waarop je weggaat? Nee. Ik heb gezegd, het zal ergens eind Q1 of zo zijn, begin Q2. En op het moment dat er een opvolger of een opvolgster is en die is er eerder en die tikt mij op de schouder en zegt, god, het is een goed moment om over te dragen, zal ik dat doen? Als het zo is dat ze zeggen, het is een maandje later, is dat ook goed. Dus het gaat vooral om het feit om het stokje op een goede manier over te dragen, zodat een opvolger of opvolgster daar gewoon weer mee verder kan. Ja. Dus je gaat ook over een toekomst praten die voor een deel waarschijnlijk zonder jou zal zijn? Ja, zeker in de context van APG. Ja. Ja. Oké, okay, nou ik geef hierbij het woord. Ja. Dank je, André. Ja, er werd aan mij gevraagd toen bij de uitnodiging van kun je ons meenemen in hoe jij denkt dat de pensioenwereld eruit ziet, ook na het nieuwe pensioencontract. En dat dan in 10 minuten. Nou, ik heb niet de pretentie dat ik dat kan en dat ik dat op die manier ook zal in een soort holistisch beeld kan weergeven. Maar ik wil eigenlijk 3 dingen benoemen. 1 is even APG, waar wij staan en hoe wij naar het nieuwe pensioencontract kijken en de weg daarheen. En 2 elementen waarvan ik denk dat die de markt nog wel gaan raken, ook na het nieuwe pensioencontract. Allereerst even bij APG. We hebben in 2016 hebben wij heel fundamenteel nagedacht over de strategie van het bedrijf. We hebben toen reeds gezegd met elkaar, en dat zei eigenlijk iedereen, het huidige pensioenstelsel is niet handhaafbaar, gegeven demografie, lage rente, technologie, etc. En vanuit APG hebben we gezegd, willen wij het verschil maken, zodat wij zelf, maar ook onze ouders en vooral onze kinderen een goed inkomen hebben voor nu, straks en later. Dus we hebben een strategie geformuleerd die helemaal draait om de deelnemer. Het maximaliseren van pensioenwaarde voor die deelnemer. Onder randvoorwaarden van financiële gezondheid en onder randvoorwaarden van duurzaamheid. En die strategie kende 3 strategische pijlers. Een toonaangevend uitvoerder, zowel als vermogensbeheerder als pensioenadministratie en pensioenservices. Sterke fondsen. Het versterken van de band tussen de pensioenfondsen met hun deelnemers
en hun werkgevers. En als derde blok vertrouwde gids. Als er meer onzekerheid, en toen wisten we nog niet hoeveel en op welke wijze naar deelnemers toe gaat, dan zullen deelnemers geholpen moeten worden om met die onzekerheid om te gaan. We hebben die strategie dit jaar, hadden we ons toen ook al voorgenomen, in 2020 weer opnieuw tegen het licht gehouden. En eigenlijk was onze conclusie, die strategie staat, we zijn goed onderweg en dat geeft een goed fundament voor de komende periode. Vanzelfsprekend hebben we daar het nieuwe pensioencontract ingepast. Echt een roadmap gemaakt van wat staat ons te wachten voor de komende 5-6 jaar. En die roadmap hebben wij ingedeeld in 3 blokken. Het eerste blok is zeg maar even clear water. Eigenlijk het opruimen van de zolder en de kelder voordat je gaat verhuizen. Het betekent het opschonen van bestaande reglementen, het opruimen van eventuele data of opschonen van data die je nog hebt te gaan en ook eventuele IT-legacy die er is opruimen. Eigenlijk zorgen dat je de dozen die niet mee hoeven in de verhuizing, dat die of naar de berging gaan of naar de stortplaats en dat je dat op een nette manier doet. Tweede trick is clear path. Dat gaat over het pad naar het nieuwe pensioencontract toe. Dat gaat over het nieuwe pensioenreglement. Het gaat over de keuzes en principes met betrekking tot invaren. En het gaat ook over het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit of nieuwe systemen daar waar nodig. En het laatste blok is wat wij noemen clear horizon. Als je dan eenmaal in die nieuwe omgeving zit, wat is dan de dienstverlening, de waardepropositie die je aan deelnemers biedt? Die deelnemers hebben meer onzekerheid naar zich toe gekregen. En hoe help je hen daarmee om te gaan? En dat zijn voor ons eigenlijk 3 stromen waar we nu mee onderweg zijn. En ik wil dat ook gebruiken als basis voor 2 dingen die ik zeker in de markt nog verwacht en waarvan ik vind dat we daar nu nog relatief weinig aandacht voor hebben. Als wij nadenken over het nieuwe pensioencontract, denken wij vanuit de bril van de aanbieder van pensioen en vanuit de huidige wereld. Maar probeer eens in te leven in de deelnemer na invoering van het nieuwe pensioencontract. Hij of zij komt uit een pensioensysteem wat wij het beste van de wereld noemen, maar wat hij of zij niet zo percipieert. Gaat door een complex invaarttraject heen, ziet in één keer een bedrag op een persoonlijke rekening verschijnen en moet met de onzekerheid die daarmee gepaard gaat omgaan en een plek geven. En die deelnemer die vraagt dan dingen van ons. Die vraagt dingen van ons als sector of van werkgevers, misschien ook wel van vakbonden. En die stelt 4 vragen. De eerste is dat hij zegt, ik verwacht goed rentmeesterschap. U past goed op mijn geld en u belegt dat op een manier die bij mij past en die voor mij verantwoord is. En u legt daar verantwoording over af. In mijn taal, op mijn manier, zodat ik het kan beoordelen en begrijpen. Tweede, wat een deelnemer van ons vraagt, is inzicht in netto inkomsten. Niet alleen in tweede pijler inkomsten, maar inzicht in totale netto inkomsten. En dan niet in termen van een bedrag, over 20 jaar krijgt u 500 euro in de maand. Dat zegt niemand iets. Maar in een taal of een betekenis die mensen in staat stelt om te beoordelen, kan ik een beetje blijven leven zoals ik vandaag de dag leef? Kan ik een beetje in de buurt blijven wonen? Kan ik nog steeds met mijn broer of met mijn zus op vakantie als ik dat wil? Dus dat gaat misschien wel om financiële fitheid, een financiële positie relatief ten opzichte van anderen. Dat is de tweede vraag die deelnemers aan ons stellen. De derde die deelnemers aangeven is, ik wil hulp als er bij mij iets belangrijks verandert. Als mijn risicoprofiel nadrukkelijk verandert. Ik ga trouwen, ik ga scheiden, er komen kinderen, er overlijdt iemand. Dan wil ik hulp hebben wat dat voor mij betekent. En dan wil ik mij kunnen wenden tot mijn fonds, of in sommige situaties tot mijn werkgever, of tot een vakbeweging. En als laatste, wat een deelnemer zegt, is en als er iets in mijn omgeving verandert, wat voor mij van belang is, dan wil ik dat jullie me dat vertellen. Dan wil ik dat jullie uitleggen, proactief, wat dat voor mij betekent. En als je op die manier gaat nadenken over wat een deelnemer dus van ons vraagt, dan snap je ook het statement van Jos Heuvelmans van de AFM van gisteren. Misschien komt er wel een zorgplicht, zoals bij banken en verzekeraars. Dan moet ik eerlijkheidshalve zeggen, daar zou ik niet direct aan denken.
Maar dat er een verantwoordelijkheid ligt bij de fondsen en werkgevers, sociale partners, om te zorgen en voor deze deelnemers, en misschien wel een zorgrecht hebben, dat is voor mij evident. En volgens mij hebben we daar nog onvoldoende over nagedacht. We zijn te veel met onszelf bezig en denken te veel vanuit onze eigen complexiteit van, zo gaan we het invaren doen en daarna komt het wel goed. De deelnemer heeft een andere meetlat over wat goed is dan wij. En ik denk dat we die vraag nog veel fundamenteler op de komende jaren op ons netvlies moeten hebben. Want het antwoord op die vraag bepaalt ook heel nadrukkelijk hoe je je nieuwe systemen, je nieuwe reglementen, et cetera, gaat inrichten. Tweede element wat ik zou willen benoemen is dat als we ervan uitgaan en als hypothese formuleren dat pensioenen straks een simpeler product is. En het is in belang van de deelnemer dat het simpel is. Het kan misschien onder de motorkap wel ingewikkeld zijn, maar voor die deelnemer hoort het simpel te zijn. Hij of zij hoort in staat te zijn om daar een oordeel over te vellen, wat het voor hem of haar betekent. Dus het is eenvoudig, het is transparant, het is inzichtelijk. Misschien is er één persoonlijke pensioenrekening die muteert met premie, beleggingsrendement en misschien uitkeringen. En er is een solidariteitsrekening waarop wordt geld op wordt gestort als je meer dan x procent rendement haalt. En er wordt wat geld aan onttrokken als je minder dan y procent rendement hebt. That's it. Dat betekent dat zo'n product eenvoudiger wordt, dat zo'n product meer een commodity wordt, meer een retail-achtig product wordt, dat er een stevige kostendruk op dat product gaat ontstaan. Gisteren werd door Edwin Velzel geraamd ongeveer 25%. Ik denk dat dat nog best wel eens wat meer zou kunnen zijn. Maar dat dus ook de beweging van een eenvoudiger product, meer transparantie, druk op kosten. Ik verwacht meer druk vanuit toezicht. We klagen als sector wel eens over de hoeveelheid toezicht die we vanuit DNB of AFM krijgen. Vergeleken met banken of verzekeraars is het nog heel matig, is het nog heel klein. Dus dat gaat ook toenemen. Er komt druk op investeringen te doen in technologie om deelnemers goed te ondersteunen. En onder die druk is ook een van mijn verwachtingen dat we echt wel consolidatie in de markt gaan zien van pensioenfondsen. Die meer op elkaar gaan lijken en meer in elkaar op zullen gaan. En mogelijk ook van uitvoerders. Dus als ik er naar kijk, dan kijk ik vanuit APG-bril, vanuit het bewustzijn van een bedrijf dat er op zich goed voor staat en dat vol vertrouwen naar het komend traject kijkt, maar ook goed begrijpt dat het een intensief traject is wat we nog te gaan hebben en dat we als markt ons nog veel meer moeten leren denken vanuit de optiek van wat betekent dit in de toekomst voor een deelnemer en dat dat leidender moet zijn voor het denken van de sector dan het denken hoe vertaal ik wat ik vandaag de dag heb via keurige actuariële juridische regels naar iets wat straks voor een deelnemer relevant is. Dank jullie wel. Dank je wel, Gerard. Ik kom zo even bij de vragen die binnenkomen via de chat. Maar je schetst echt een markt, een pensioenmarkt, met een bijna de deelnemer als klant. Maar er is nu toch helemaal geen sprake van een markt. Ik bedoel, je bent verplicht bij een pensioenfonds. Ja. En in jullie geval is het fonds ook weer verplicht bij een uitvoerder. Wat blijft daarvan over dan in de toekomst? Kijk, er is natuurlijk niet een traditionele zin in de zin dat een deelnemer met zijn voeten kan stemmen. En een deelnemer kan zeggen... Maar is dat iets dat gaat komen, denk je? Nou, dat weet ik niet. Daar zou ik geen uitspraak over willen doen. Dat ik denk dat de verplichtstelling een groot goed is. En ik zou me ook niet voorstellen dat die markt vrijkomt. Maar wat ik wel vind, is waar we nu mee zitten, is dat we een deelnemer hebben die in de basis op zijn minst sceptisch is ten opzichte van het huidige pensioenstelsel. En hij of zij krijgt naar de toekomst toe voor zichzelf een verantwoordelijkheid die hij nu niet heeft en waar hij of zij ook niet op zit te wachten. En dat je vanuit die onzekerheid dus hele hoge eisen gaat stellen aan het feit van ik wil snappen wat er gebeurt, ik wil dat het begrijpelijk is. Ik wil me thuis en veilig voelen bij dat fonds. En de manier waarop ik daar geholpen in word, dat dat de beste manier is om ook weer dat vertrouwen en die vertrouwensband te gaan herstellen. Ja. Oké, dus dan hou je die verplichtstelling. Dan blijf je bij een fonds. Ja. Maar dan is er nog die andere markt, zou je kunnen zeggen, de uitvoerdersmarkt. AWP is nu, ik zou bijna zeggen, met handen en voeten gebonden aan APG. Ja. Is dat dan wel een markt? Want daar kun je van zeggen, ja, waarom zou dat zo moeten zijn? Je kan ook, elk fonds gaat gewoon die markt op voor uitvoerders. En de uitvoerder die al die vragen die jij stelt het beste beantwoordt aan de klant, dat is dan degene die je kiest.
Nou ja, want ik denk dat dat ook een hele reële weg is. Kijk, wat je natuurlijk ziet, is dat... En als ik even inga op de relatie die jij schetst tussen ABP en APG... is het zo dat in de complexiteit van de regeling van ABP... er heel veel historische kennis nodig is. En daardoor ben je in feite ook een soort Siamese tweeling met elkaar. Maar als we van pensioenen echt een eenvoudig product maken... verdwijnt heel veel van die historische complexiteit... verdwijnt bij het invaren. Dan worden al die historische ingewikkelde regelingen... vertaald in een eurobedrag. Of dat voor 100% gaat lukken, dat is maar zeer de vraag. Maar het bijzondere is dat het daarmee dus veel historische complexiteit verdwijnt. Het voor een deelnemer eenvoudiger wordt. En een uitvoerder die als unique selling point historische kennis heeft... een deel van zijn historisch voordeel ziet verdwijnen. Ja, dat zou je ook een gebrek aan level playing field kunnen noemen, maar dat... Nou ja, dan wordt in jouw term wordt het level playing field mid-level. Ja. En verwacht ik dus ook inderdaad een toenemende concurrentie. Ja. Dus dan is die band tussen ABP en APG ook niet zo vanzelfsprekend meer? Nou, ik hoop dat die band tussen ABP en APG dan nog steeds zo even nadrukkelijker is als die vandaag de dag is. Maar ik denk dat wij hem als APG veel nadrukkelijker iedere dag moeten bewijzen dan dat vandaag de dag soms nodig is. Ja. Nou goed, de marktgedachte die inmiddels wel wat besmet is geraakt, zegt natuurlijk van degene die het om de klant moet vechten, die gaat er met de beste oplossing komen. En dat zou er ook in de uitvoerdersmarkt kunnen zijn. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Ik denk ook dat onderweg naar het nieuwe pensioencontract uitvoerders ook voor keuze staan. Er zullen uitvoerders zijn die zeggen van ja, deze investeringen ga ik niet dragen. Kan ik niet dragen. Er zullen partijen zijn die zeggen nou, ik wil naar een propositie toe waarbij ik me echt richt op toegevoegde waarde voor een deelnemer. Terwijl misschien andere uitvoerders wel zullen zeggen, nee, ik ben echt een kostenspeler, want ik wil juist sectoren bedienen waar veel deelnemers zitten met relatief lage inkomens. En dus echt iedere euro telt, terwijl in andere sectoren met een ander soort personeelsbestand er misschien andere diensten gevraagd gaat worden. Dus en verwacht je ook, we hadden het gisteren even over in het panel, ik meen Arno Eimke zei dat, dat je gespecialiseerde uitvoerders krijgt. Misschien de ene de wetsverbeterde premieregeling en de andere voor het nieuwe pensioencontract gaat. Ja, ik denk dat, dat misschien grote aanbieders zich kunnen permitteren om beide naast elkaar te doen. Maar dat daarnaast ook gespecialiseerde aanbieders zullen verschijnen. En dat is, als je ervan uitgaat dat het product eenvoudiger wordt en je kijkt naar eenvoudige financiële producten, die meer een commoditymarkt zijn geworden, dan zie je dit fenomeen ook. Dan zie je een aantal grotere spelers die zo'n markt domineren, met daaromheen een aantal niche-spelers die zich echt onderscheiden op een stukje toegevoegde waarde voor een specifieke doelgroep. Ja. Nu is wel de grote angst natuurlijk, dat, want jij schetst dat het product eenvoudiger wordt. Maar we krijgen nu wetgeving en daar gaan de sociale partners gaan maatwerk leveren. Ja. Dan is het nog wel de vraag of het eenvoudiger gaat worden. Want dan komen natuurlijk allerlei groepen die benadeeld raken. Ja. En dan ga je die historische ballast weer meenemen naar het nieuwe stelsel. Hoeveel vertrouwen heb je daarin, dat daar toch wel de goede keuzes in worden gemaakt? Nou, laat ik zo zeggen, ik zei net heel bewust, laten we eens de hypothese aannemen dat het heel eenvoudig gaat worden. En in de stelling dat het voor de deelnemer van belang is, dat het heel eenvoudig wordt. Want op het moment dat je een risico meer en meer bij die deelnemer legt, dan moet je hem of haar ook in staat stellen om dat risico te nemen en dat risico te dragen. En dan moet het eenvoudig, overzichtelijk en transparant zijn. Ja. Tegelijkertijd hebben wij als sector geen traditie om complexiteit te verminderen. Dat is heel voorzichtig geformuleerd. Wij vinden het zelf heel leuk om met ons vak bezig te zijn, met onze vaktechniek bezig te zijn. En we vinden het ook heel leuk om door onze collega's erkend te worden op het feit dat we goed in ons vak zijn. Ja. Dus wij hebben een natuurlijke neiging naar complexiteit. Maar dan beginnen we toch eigenlijk al met een valse start. Want wat ik dan hoor van wat deskundigen die zeggen, ja, er is toch weer bij de uitwerking van het contract, en we weten natuurlijk niet hoe de wetgeving er zo uitziet, toch weer voor de techniek gekozen en niet voor die klant. Nee, maar dat is ook precies het argument wat je mij dus nu hoort zeggen. Hè? Dus dat wij denken heel veel als producent vanuit de wereld van vandaag. Maar probeer je nou eens die vraag te stellen vanuit de optiek van de deelnemer, vanuit de toekomst terugkijkend. Wat wil ik dan zien als deelnemer? Ja, maar dat hadden we toch al bij het akkoord moeten doen? Nou, ik weet niet of we dat bij het akkoord moeten doen, maar we moeten in ieder geval bij de uitvoering van het akkoord doen. Om daar dus op een gegeven moment te zeggen, het communiceren, de uitvoerbaarheid, het begrip vanuit de deelnemer, dat moet echt bovenaan staan. En dat is nu echt nog enigszins onderbelicht. Ja, ja. En als er dus wel voor die eenvoudige regelingen wordt gekozen, dan zeg jij dat percentage wat
Edwin Veldsel gisteren noemde, die 25%, zou nog wel lager kunnen zijn. Als je echt naar een eenvoudig financieel product toe gaat, en je kijkt, je zou de vergelijking maken met wat in het buitenland betaald wordt voor een DC-product. Nou, dan ligt dat substantieel lager. Edwin pakt die 25% voor PGGM. Mm-hmm. Nou, dat kan ik me voorstellen, maar voor het gemiddelde van de markt is dat nadrukkelijk meer dan die 25%. Dan ga je echt naar kosten van pensioenregelingen toe van 30, 45 euro per jaar. Ja. En dus voor jullie, want jullie zijn de grootste en hebben al een heel lage kosten. Voor jullie zal het minder dan 25%. Voor APG zal het al minder dan 25% zijn? Nee, of? Ik denk dat ook voor ons, wij zitten in dezelfde kostenrange als ook PGGM dat zit. Mm-hmm. Dus ook betekent dat voor ons ook na het pensioenakkoord, afhankelijk van hoeveel complexiteit uit de regelingen verdwijnen, ook bij ons kostendruk zal komen. Ja. En dat geeft natuurlijk iets heel bijzonders, want in de transitie die je moet gaan als bedrijf, heb je alle kennis en alle mensen die je hebt, heb je hard nodig. Ja. Omdat je al die historische complexiteit en kennis moet vertalen in een eurobedrag of op een persoonlijke pensioenrekening. Dan heb je iedereen keihard nodig. En daarna ontstaat een wereld waarin je zegt, hey, nou is het toch een stuk eenvoudiger geworden. En dan ga ik toch kosten reduceren. Wat ik gisteren ook interessant vond, Edwin Veldsen is natuurlijk ook jouw collega van de andere grote uitvoerder. Ja. Die is eigenlijk best optimistisch over die transitiefase. Waar jullie man Steenpoorten zegt van, het is een open hart operatie. Dat wekt niet de indruk dat het heel eenvoudig is. Nee, dan kijk, ik zou niet willen zeggen dat het heel eenvoudig is. Ik denk dat wij zeggen, we hebben alle tijd, zullen we nodig hebben. Wij denken dat het ingrijpender is en dat het uiteindelijk niet alleen gaat om de principes van het invaren en het invaren en het ontwikkelen van systemen. Maar dat je ook daadwerkelijk tot een andere ondersteuning van deelnemers zult gaan komen. En dat betekent dat je dus ook een ander bedrijf aan het neerzetten bent. Ik las eigenlijk dat Edwin zei, nou, wij verwachten dat we in 2025 de stap kunnen maken. Wij gaan echt uit van 2026, gewoon die tijd. En als blijkt dat het sneller kan of dat onze fondsen sneller willen, en dan moet het ook kunnen. Zeg, oké, dan kun je altijd naar voren toe. Maar wij gaan ervan uit dat we al die tijd ook nodig zullen hebben. En uiteindelijk kan het dus goedkoper worden. Maar ik denk dat jullie de komende jaren echt heel veel meer kosten gaan maken. Wij gaan de komende jaren gewoon stevig investeren. Gaan we ook met klanten in gesprek over, ja, hoe ga je dan die kosten op een gegeven moment delen. Want het is natuurlijk helder dat het inregelen van het nieuwe pensioencontract en alle ondersteuning erbij zit niet in je reguliere prijs van pensioenuitvoering. Dus je zult en pensioenuitvoering op een hoog niveau moeten blijven uitvoeren de komende jaren. En tegelijkertijd deze transitie maken. Hoeveel miljoenen praten we? Nou, dat is lastig om daar een heel specifiek bedrag aan te pakken. Maar bij APG gaan we uit van een bedrag tot ongeveer 100 miljoen. Waarvan ook een heel belangrijk deel te maken heeft met scholing van medewerkers, begeleiding van medewerkers en dat soort zaken. Dus er zit echt alles in, maar denk dan orde grootte 100 miljoen. Ja, ik nodig de kijkers uit tot vragen stellen, moet ik ze natuurlijk wel gaan stellen. Erik Bot heeft de vraag van, ja, dat financieel advies, daar zijn natuurlijk al mensen voor, financieel adviseurs. Waarom noem je niet de financiële adviseur als de persoon die dat soort vragen prima kan beantwoorden? Dat kan, maar wat je nu natuurlijk ziet is, wij kennen in de markt van advies kennen we eigenlijk twee varianten. Of execution, hè, dus execution only, dus je doet het zelf. Of naar een adviseur waar je ook provisie of commissie voor betaalt op het moment dat je een product wil verkopen. Ja. Terwijl ik denk, dat zal vaak helemaal niet het beeld zijn van meteen het kopen van een product. Iemand wil soms een beetje weten, klopt het ongeveer wat ik doe? Veel meer een soort coachingsrol dan meteen zeggen, ik wil een hypotheek verhogen of verlagen. Of ik wil gaan beleggen, of wat dan ook. Maar veel meer het beeld, je moet je voorstellen, het is dan het beeld wat ik heb. Hè, dus dat een bouwvakker komt op de ene dag de bouwketen binnen en die zegt, joh, kwam ik gisteren in één keer op de site van mijn pensioenfonds terecht en heb ik 4% rendement gekregen. En de volgende dag komt zijn collega binnenlopen en zegt, joh, dat is raar. Ik heb ook gekeken, maar ik kreeg maar 1%. Want ja, andere leeftijdscategorieën, hoe gaat dat? Ja. Iemand wil weten van, god, ben ik een beetje op koers eigenlijk? Waar ga je met die onzekerheid naartoe? Ja. Ga je dan naar een financieel adviseur toe? Waarin je zegt, nou, ik betaal 500 euro of 1000 euro om daar uitleg over te krijgen. Of is er een tussenvariant waarin je zegt, dat is toch even een soort coaching, even snel digitaal gevoel krijgen van, klopt het ongeveer?
Want zo'n financieel adviseur die komt natuurlijk, die kijkt naar de planning ook. Hè? Die kijkt niet alleen naar het pensioen, die kijkt naar is er een eigen huis, hoe oud zijn de kinderen. Ja. Dus die kijkt naar het brede plaatje. Zijn dat dan ook de zaken waar het pensioenfonds naar moet gaan kijken? Nee, dat denk ik niet. Want kijk, wat je gaat zien, er blijft natuurlijk wel heel nadrukkelijk de taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars. En daar moet je ook niet aankomen. Pensioenfondsen krijgen hun klanten via de verplichtstelling cadeau. Daar mag je niet een marktvoordeel uithalen. Dat vind ik ook een volstrekt logische. Maar ik kan mij voorstellen dat je dus dat werknemers op een gegeven moment wel het beeld willen hebben van lig ik nou ongeveer op koers eigenlijk, zonder direct een behoefte te hebben van ik heb een financieel product wat ik moet afnemen. Maar als ik nu naar dit overzicht kijk, ja, is er dan iemand die even tegen me kan zeggen, joh, klopt wel ongeveer. Sommige mensen zullen naar hun werkgever gaan, in de veronderstelling dat hun werkgever dat, dat kan doen. Dat zien we bijvoorbeeld bij de politie. Sommige mensen zullen misschien wel naar een vakbeweging gaan. In de bouw zien we het werk van zogenaamde vakbondsconsulenten, die mensen op die manier daarbij helpen. En ik verwacht dat die rollen wel wat groter zullen worden en dat het pensioenfonds daar ook een rol in kan spelen, dan wel werkgevers, werknemers daarin gaat ondersteunen. Maar je krijgt dus wel een lastig veld tussen die zorgplicht en de markt van financieel advies bijvoorbeeld. Ja, het is ook de reden van, kijk, de AFM zei gisteren, wij verwachten zorgplicht. Dat vind ik wat anders, omdat de zorgplicht nu ook gekoppeld is aan het feit dat je een ander product gaat verkopen. Ja, dus je gaat iemand een hypotheek verkopen en de klant moet vaststellen en jij moet de intentie hebben dat je het beste doet voor die klant en niet gedreven wordt door een ander commercieel belang of een financieel gewin. Ja. Die prikkel zit niet bij pensioenfondsen. Maar pensioenfondsen, vind ik wel, moeten een coachrol of een gidsrol kunnen vervullen voor een stukje onzekerheid waar deelnemers mee geconfronteerd gaan worden, zonder de intentie, de ambitie of de mogelijkheid te hebben om daar een commercieel product aan te verkopen. Ja. Op het moment dat je die stap echt gaat zetten, dan is er een financieel adviseur. Dus ik zie een vorm ontstaan tussen execution only en advies in. En dat is een rol die bij pensioenfondsen gefaciliteerd zou kunnen worden. Ja, duidelijk. Tenminste, er komen nu in één keer heel veel vragen binnen. Dit vind ik een hele interessante van Robert Schuurs. Waar is de kostreductie het beste haalbaar? Bij de wet verbeterde premieregeling of bij het nieuwe contract? Poeh, kijk, dat durf ik niet zo. Ik weet niet of daar heel veel verschil tussen komt te zitten. Daar durf ik niet echt een antwoord op te geven. Kijk, wat natuurlijk wel helder is, voor ons is, dat zal voor ons niet het leidend criterium te zijn om de keuze te maken. De keuze wordt gemaakt door onze pensioenfondsbesturen. Die zullen om een heleboel redenen kiezen voor de ene contractvariant of de andere contractvariant. En die zullen wij zo efficiënt mogelijk uitvoeren. Dus als bij ons ABP en Bouw kiezen voor het nieuw pensioencontract, zorgen wij voor een efficiënte uitvoering van het NPC. Maar je verwacht niet dat de één goedkoper zal zijn dan de ander? Niet zodanig dat dat doorslaggevend zal zijn in de keuze. Ik verwacht best wel kleine verschillen, maar dat zijn echt kleine verschillen die niet de doorslag zullen geven. Ja. Nog een andere vraag hier, dat is over iets waar we het nog helemaal niet over hebben gehad. Het beleggingsbeleid, Frans van der Ent stelt die vraag. Is er iets te zeggen over het beleggingsbeleid richting het nieuwe pensioencontract in die transitiejaren? Wat moet je dan doen? Ja, dat is natuurlijk een hele ingewikkelde. Er zit natuurlijk ook nog te kijken van wat het. Hij moet kort ook nog beantwoorden. Kort beantwoorden? Ja. Laten we even afwachten wat het transitiekader wordt, hoe we daarnaar kijken. Dat je heel geleidelijk naartoe gaat bewegen naar een nieuw beleid waarin je zegt, ik ga op een andere manier om met rentehedging. Dat verwacht ik wel, dat we dat onderweg naar het nieuwe pensioencontract zullen gaan zien. Ja, maar tot die tijd niet hele spectaculaire veranderingen? Nee. En ook geen angst, waar we het gisteren even over hadden, dat dan op 1-1-26 ineens alle fondsen en alle uitvoerders iets heel anders gaan doen? Nee, maar kijk, wat je daar dus op een gegeven moment gaat zien, je gaat niet als alle fondsen in Nederland op 1-1-26 iets anders gaan doen, dan is onze impact wel zodanig dat niemand van ons goede voorwaarden op de transacties gaat sluiten of gaat krijgen die je gaat sluiten. Ja. Dus ik verwacht onderweg daarnaartoe, met name op het vlak van rentederivaten, wel heel geleidelijke stappen. Ja, duidelijk. Hopelijk krijgen we vanmiddag nog wat witte rook over de conceptwetgeving te horen. Ik weet niet of jij daar al. Dat zal niet, want voor mij zijn ze nog aan het praten. In ieder geval, wat denk jij voor die komende periode tot die transitiefase, waar zie jij de grootste valkuil? Nou, laten we eerst nog even afwachten waar ze vanmiddag mee komen. Maar ik zou wel twee dingen nog willen benadrukken. Als de minister hier nu zou zijn, zou ik die ook aan hem vragen. Eén is, gaat toch echt over de uitvoering en de uitvoeringstoets. Ik vind het heel bijzonder, en dan zeg ik het een beetje populair, dat aan de ene kant
in het parlement stilstaan bij van wat maken we toch ingewikkelde uitvoering en ingewikkelde wetten en zadelen uitvoeringsinstanties op met eigenlijk onuitvoerbare regelingen. Mm-hmm. Om vervolgens op de volgende dag in een ander kamertje weer onuitvoerbare dingen bijna te vragen in een pensioentransitie. Ja. Dus laten we de komende jaren nog even de lump sum doen. Laten we even iets doen met het nabestaande pensioen. Laten we even iets doen. Nou, dat moet echt. Het is geen tijd voor leuke hebbedingetjes voor de achterban. Hoe belangrijk ook. De focus moet nu echt lichten op uitvoerbaarheid. En de minister moet echt een stevige uitvoerbaarheidstoets op dat soort wijzigingen doen. Tweede aspect wat ik zou willen benoemen. Een van de insteken voor het nieuwe pensioencontract was ook aanpassen aan de nieuwe arbeidsmarkt. En dat betekent ook ruimte voor experimenteren voor ZZP-oplossingen. Dat is zo'n fundamenteel onderdeel van de arbeidsmarkt. Daar hoeven we geen grootschalige dingen te doen, maar ruimte om daar experimenten op te doen voor sommige fondsen is echt wel van cruciaal belang. Nou, we gaan het Annem vragen. Allerlaatste vraag dan, komt binnen over, dan ben jij natuurlijk niet meer, het wist niet als CEO van APG. Zijn we op 1-1-26 nog steeds het beste pensioenstelsel ter wereld? Ik denk dat we alles in ons hebben om dat te zijn. Al was het maar omdat het zo goed gefund is. Hè. Dus laten we ook beseffen waarom we die zo hoog scoren. Ja. Dat gaat over toereikendheid, dat gaat over integriteit en dat gaat over goede governance. Die elementen zullen er nog ja steeds nee? zo zijn. Ja of nee? Ik vermoed dat het wel zo is, ja. Oké, okay. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Goed, nou, je bent nog een paar maanden actief. En er komt nog heel veel op ons af, dus we gaan je nog veel horen, denk ik. Dank u voor nu. We gaan over een paar minuten verder met Ian Richards van Columbia Threadneedle. U kunt uw link gewoon open houden en dan zien we u zo weer.